Welkom, trouwe kijkers, terug bij een nieuwe vlog van mij. En mensen die op internet rondstruinen, met name op YouTube, en filmpjes van auto's bekijken. Achter mij staat een BMW Z4, waar ik de komende dagen mee bezig zal zijn met onder andere kapreinigen, leerherstel, de zitting van de bestuurdersstoel. En de lak uiteraard polijsten en voorzien van IGL Poly, een 12 maanden duurzaamheidskeramische coating. Afhankelijk hoe je ermee omgaat, wat de affiniteit met je cosmetisch onderhoud is, kan je dat zelfs uitrekken tot 1,5 jaar. Ik ga de wagen eerst nog even wassen, de velgen nog doen, de kap even schoonmaken en dat doe ik uiteraard met mijn eigen softtop cleaner, verkrijgbaar in mijn webshop. Ik ga de wagen naar buiten rijden, mijn spullen bij elkaar zoeken en dan de wagen wassen, kap schoonmaken. En dan daarna naar binnen en dan zie ik je straks weer terug. Vind je het leuk om de vlog te volgen? Dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. Nu zou ik bijna vergeten om nu vooraf even de lichte oppervlakken geschadigd te laten zien. Er zitten heel veel waskrassen in de lak. En prik even door de vervuiling heen, want de wagen is uiteraard vuil ingeleverd. Nou, dan krijgen we de kap die hier en daar de prachtige mooie groene randen heeft. Ook hier. En dan de... Nou goed, dat is wel goed te zien, hè? De waskrassen die erin zitten. Die eruit gehaald moeten worden voordat de wagen in de IGL Poly gaat. Ook hier kun je goed de krassen zien zitten. Zo, de wagen is inmiddels gewassen, velgen schoon, kap schoon. En nu gaan we beginnen aan het interieur. Uitstofzuigen, matten eruit, het leer schoonmaken, dashboard schoonmaken. En dan de zitting van de bestuurdersstoel opnieuw lakken. Maar dat laat ik je zo meteen even zien wat daarmee aan de hand is. En daarna dan is het een kwestie van... ik laat eerst de kap drogen, dus morgen ga ik de kap afplakken. Dan kan die drogen in de dag door en de nacht door. En dan uiteraard als laatste, precies andersom, de auto afgeplakt met plastic om de kap te kunnen impregneren. Maar goed, zover is het nog niet. Oh ja, en er is nog één dingetje wat ik wel ga doen als een van de laatste dingen. Dat is als ik de velgen en de banden ga doen, is die centercaps rechtzetten. BMW heeft van die velgen waar dat M-logootje in zit. En dan heb je centercaps, die horen recht op dat logootje te staan. En bij heel veel BMW's, zelfs M-sport of M-liefhebbers, staan die centercaps aan verkeerd. Zo jammer en zo zonde. Die dingen horen gewoon recht te staan op het M-logo. Dus dat ga ik ook nog verzorgen door de centercaps recht te zetten. Voor nu ga ik mijn spullen bij elkaar zoeken, voor de rest qua matten eruit en de stofzuiger pakken en aan de slag verlichting erin hangen. En dan pak ik zo nog even de camera op om de schade van de stoel te laten zien. Tot zover. Goed, zoals gezegd laat ik de stoel even zien qua... Nou, het mag duidelijk zijn, al komt het op beeld anders over als in echt zo te zien. Want in het echt is het geler. Met name... deze vlek zo, dat is echt puur versleten verf. Dus de complete zitting zal opnieuw gedaan moeten worden. En dat is nog wel even een puntje, want er zit zwart stiksel in.
Dus dat maar dat maakt de uitdaging niet veel anders. Dus ik ga daar eerst beginnen met stofzuigen en dan het leer schoonmaken, ontvetten. En dan verf mengen. Zo. Interieur is bijna klaar. Op het laatste beetje stofzuigen na. De stoel is inmiddels hersteld. En is weer mooi op kleur. Interieur is op 95% klaar. Rest mij alleen nog een paar laatste dingetjes schoonmaken. Maar daar gebruik ik een aparte doek voor. En die gebruik ik ook voor de binnenkant van het glas reinigen. Dus de ramen moet ik ook nog doen. Maar dat is voor later. Dat doe ik pas altijd op het laatste moment. En dan, want je hebt namelijk hoogglans pianodelen. En die zijn heel gevoelig voor krassen. En daar gebruik ik een hele speciale doek voor. Die ik in principe ook in combinatie gebruik met glas reinigen. Dat is een hele zachte, fijne doek is dat. Dus dat is het laatste gedeelte, die laatste 5% wat ik van het interieur nog af moet maken. Ik ga nu aan de buitenkant beginnen, want ik wil morgen aan de coating starten met IGL Poly. Twee laagjes keramische coating plaatsen op deze fraaie zwarte lak. Ik ga eerst even de kap afdekken en afplakken, zodat ik met per ongeluk paleisspetters niet de kap weer smerig maak die ik gisteren heb schoongemaakt. Zo, here we go. Zo, het eerste rondje polijsten zit erop. Door naar de tweede stap. En dan de hele auto nog een keer. Tijd voor ronde 2.
Zo, polijswerk zit erop. Twee keer gepolijst, dat was voldoende. En dan kan ik morgen aan de coating beginnen. Maar goed, dat is voor morgen. Wat ik nu eerst ga doen is de auto voor de rest afplakken, zodat ik het dak kan impregneren. Dat is inmiddels droog. En dan vandaag de rest van de dag nog de velgen, buitenkant en de binnenkant nog wat verder afmaken, mocht daar nog wat vlekken zitten. En dan morgen ontvetten en dan IGL poly plaatsen. Hij glans lekker. En dat wordt met coating alleen nog maar beter. Goed, tot zover. Ik ga mijn spullen even opruimen, want dat heb ik niet meer nodig. Dan ga ik aan het dak beginnen. En dat zie je in het vervolg van de vlog. Zo, kap is af, auto is afgeplakt. Impregneren. Bij de volgende dag en voordat we gaan coaten, uiteraard eerst ontvetten. En dat doen we met IGL Pre-Coat. Goed, hier gaan we. Eerste ronde van IGL Poly. Twee laags, dus één laagje, droogtijd en dan vervolgens laag 2. En zo doen we de hele auto. Eerste ronde coating zit erop. Kan nu een aantal uurtjes drogen. En dan vervolgens laagje 2. Dus tijd voor een kopje koffie. Voor ronde 2. Zo, de Z4 staat in de polycoating. Ik
kan u drogen en dan morgen verder om de laatste zaakjes af te maken. Maar dat is voor later. De BMW Z4 is klaar. Hij kan terug naar de eigenaar. Afgelopen dagen bezig geweest met uiteraard het interieur en het exterieur. Kap schoongemaakt, kap geïmpregneerd, interieur schoongemaakt, lederherstel gedaan op de zitting die compleet geverfd is. En uiteraard het leer gevoed, uitstofzuigd, ramen, binnenkant, buitenkant. Vervolgens buitenzijde lakdieptereiniging, uiteraard eerst met de hand gewassen. Daarna aan het polijsten gaan, 2 stappen, 3 stappen. Soms 3. Vervolgens ontvetten met IGL Precoat. En vervolgens daarna IGL Coatings Poly opplaatsen. Een 12 maanden bij netjes onderhoud. Misschien zelfs 16 maanden of 18 maanden duurzaamheid van het product. Glans, waterafstotendheid, vuilafstotendheid is weer op topniveau. Bandjes gedaan. Dat gezegd hebbende, je krijgt van mij uiteraard nog het bekende rondje van de zaak. En dan bedank ik je wederom weer voor je belangstelling. En wellicht zie ik je in de volgende video. Ciao.